Jongens, het zit erop voor jullie. Ja, jongens. Zwaai maar naar de effies even. Jongens, we hebben vandaag een hele bijzondere dag gehad. He? Jullie zijn gegaan als de brandweer vandaag, langs de brand daar zo. Die andere teams hebben het niet afgemaakt. Jullie hebben de tocht wel afgemaakt. En jullie zijn vanochtend al in Loon op Zand geweest. Zijn jullie ook nog niet geweest? Haha, allemaal. Dat heeft wel weer geresulteerd dat we vandaag weer een gedeelde eerste plek hebben met de dagwinnaars. En ik wil dat nu even team Discus en team Speerwerpers even gaan staan. Even in het zonnetje gezet worden. De beker krijgen jullie nu niet uitgereikt. Maar jullie hebben 28 punten gehaald vandaag. Maar hier gaat het jullie helemaal niet om. Jullie willen weten wie er gewonnen heeft. Ga ik eerst even vertellen wie er niet gewonnen heeft. Kijk, je ziet het al, je ziet hier de leider zitten op zijn leider niet. Bas, ik hoop dat we je deze week voldoende hebben gestimuleerd om je volgend jaar terug te komen. En ook met je mede 5 campus. Dankjewel voor je komst. En dan hebben we op de 4e plaats. Hij heeft de hele week heeft hij vrij hoog gestaan. Hij is geen laatste geworden. Maar onze verspringer heeft zijn hak in het zand gezet en die schijnt op de 4e plaats. En dan het team met onze debutantjes. Nou ja, jullie waren allemaal debutantjes. Maar met onze jongste mannen. 3e plaats, team Discus. 2 teams over. En welke teams zijn dat? Ja, ja, de marathonmannen en de speerwerpers. Jullie hebben echt een hele week geknald. Stilte. Maar ja, de marathonmannen zijn toch haasjes gebleken? Ze hebben het niet gehaald tot de eindstreep. Dus, Ja, bij jou, hè?